zei je? Ja, hoop ik. 5-1, 83. Klopt, hè? Even kijken wat ook Bari was. Ja, dat weet ik niet. Ik moet nog even schuldig blijven. Het antwoord. Nou, ja. Ja, je hebt nog even. Duitsland, Bayern München, begon met de voetbalshow 5-0 tegen Werder Bremen. Pizarro die was niet op tijd fit, de 37-jarige spits die de laatste week wat opgebloeid was. En vooral was het de Kingsley Coman show die daar op de flanken staat. En ik denk, die hebben ze gehuurd van Juventus, ja, met een vaste transfersom. En die gaan ze met oog op de toekomst wel aantrekken. Zal je om detail natuurlijk voor de wedstrijd tegen Juve binnenkort. Weergeloze actie op die achterlijn, hè? Dat hij nog even inhield. Ja. Dat die jongen gewoon omviel eigenlijk. Ja, maar hij is echt heel goed. En dan heb je aan die andere kant heb je nog die Costa. Dat is echt... ik vind het heel knap voor de toekomst Ribéry en Robben kunnen vervangen. Ja. Met twee van die klassespelers toch weer gevonden. Nou, daar zijn ze toch echt inderdaad wel mee bezig geweest. Ja. Die jongens hebben niet het eeuwige leven. Nee. En het veroorzaakt verder helemaal geen problemen met de relatie of wat dan ook. Die jongens komen aan hun minuten toe. Dus dat is heel knap. En voor de rest het mooiste momentje vond ik denk ik de corner die Ribéry in één keer op volley nam van buiten de 16. Jammer genoeg werd hij gestopt en toen tikte Müller hem nog binnen. Dat is niet jouw favoriete speler, hè? Müller, nee, vind ik, ja, ik weet niet. Ik vind Müller niet zo attractief voetballer. Nou, ik begrijp hij is wel heel goed, ik begrijp maar wel wat je bedoelt. Het is niet van voetballers gaan ze vaak scoren. Nee, maar het is geen stylist. Nee. Maar hij staat altijd op een goede plek. En ja, zo, maar dan doe je wel tekort. Hij staat op de goede plek, maar hij werd ook gewoon, voor mij, werd hij geen topscorer van 2010? Ja, van de WK. Ja. En je kan niet zeggen dat hij een echte spits is, hè? Nee. Het is echt, hij heeft een nieuwe positie bijna voor hem uitgevonden. Ja. Van Gaal heeft hem toen natuurlijk uit tweede elftal, geloof ik, gehaald. Ja. En het schijnt dat hij in Duitsland mateloos populair is. Gewoon als een van de populairste spelers van Bayern. Van, ook ten opzichte van andere teams, hè, die supporters daarvan. Oké. Okay. Ja, staat er goed op. Ja, beetje dan, knuffel. Dan ligt het aan mij waarschijnlijk. Nou, knuffelen zou ik hem helemaal niet doen. Knuffelbeer, Duitse knuffelbeer. Ja. Ja. Hij is soms wel wat irritant, maar dan verschijnt er weer een internetfilmpje waarin hij in lederhozen housend een feest binnenstapt. Die balans is goed bij hem. Precies. Weet je, hij kan ook echt, weet je wel, die Duitse, dat wat Oliver Kahn, ook al zo, als ze boos zijn, dan zie je zo alles waarvan je denkt van, weet je, het ziet er niet prettig, fijn uit. Nee, geen fijn uit. Ik had het niet erg gevonden als hij voor Nederland had gespeeld. Nee, dat mag alles. Dat had voor mij wel gemogen. Ja, ja. Maken ze daar kans op de Champions League, denk jij? Bij Bayern München? Zeker. Ja? Ja. Ik denk dat zij met Barcelona... Ja. Ik denk dat ze nog een hele zware dop krijgen aan Juve om dat af te maken met de 2-2. Nee? Nee, dat geloof ik niet. Zij hebben zoveel kwaliteiten. Nee, dat en ze hebben, je moet niet kijken, die wedstrijd... Die is echt wel... Die eerste wedstrijd was gewoon klaar. Ja, precies. Alleen door twee domme foutjes... Absoluut. Hebben ze zichzelf in de problemen Ik denk dat Juve een soort van bij rust dacht van... Ah shit, dat is toch eigenlijk zijn ze te goed. Ja. En dat ze nu toch die wedstrijd toch nog ingaan met van... dat kan gewoon. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik zie, het wordt geen afdroogpartij, denk ik. Juve maakt meer kans dan PSV. Ja, in procent. Ja, maar klopt. Ik begrijp wat je wil zeggen. Maar, en dat zou ook mijn eerste gedachte zijn. Omdat dat... Italianen zijn in staat om gewoon, weet je... In zo'n wedstrijd alsnog... Te doen wat er gevraagd wordt. Ja, en ook het onverwachte. Hè? Ja. Dat... We zijn al een keer eerder wereldkampioen geworden. Dat niemand dacht van dat gaat gebeuren. Nee. Ja, in ieder geval een mooie wedstrijd. Ja, zeker. Bij Dortmund dat 2-0 won van Mainz ging het natuurlijk om één ding. Dat was de supporter die op de tribune overleed. Ja, was wel een kippenvel momentje. Ja, was wel heel raar. En ook omdat de spelers op het veld het half meekregen en de supporters die werden stil. En dat hebben ze mooi opgelost volgens mij op het eind. Met You Never Walk Alone. Ja, sowieso indrukwekkend stadion. Ja. Wat er ook gebeurt, maar nu helemaal. Nu was het helemaal... Ja, ik vind dat echt... Dat vind ik misschien wel de voorbeeldclub zeker voor Nederlandse supporters. Hoe daar wordt omgegaan, ook met de tegenstander. Ja. Daar is zoveel respect en dat zie je. Ik heb toen ik voor de Turkse voetbalbond ging wel eens wedstrijden kijken in Duitsland. En dan
dat loopt gewoon lekker door elkaar heen met een grote halve liter pils in de hand. Betaalbare prijzen. Betaalbare prijzen en een bokworst met sauerkraut en topvoetbal. Ja, maar het is gewoon zoals voetbal bedoeld is om naartoe te gaan. Ja, daar staan ze niet met die koppen tegen elkaar. Het is gewoon, weet je, oké, leuk wedstrijdje. Oh, ben je er ook? Ja. Je hebt een blauw shirt aan. Nou, prima. Je hebt voor Feyenoord gespeeld, voor Venner gespeeld. En daar zit natuurlijk mijn passie ligt in. Die sfeer kan je niet nabootsen van een Gala Venner bij deze benadering. Ik vind het altijd... Je blijft van elkaar af, maar het is ook weer niet zo dat we hand in hand het stadion in moeten lopen van Feyenoord. Tenminste, dat vind ik. Want dat mis je dan een beetje. Ze zijn niet zo fanatiek. Nee, klopt. Maar ik heb pas dingen zitten kijken. Real Madrid Atletico. Ja, ook niet. Ook. En dat is stadsderby, hè? Dat dan en nummer 1 tegen nummer 2. Of 2-3. En dan scoort Atletico. En dan zie je gewoon daar midden in de lange zijde... zie je gewoon mensen in de Atletico shirt omhoog gaan staan. Ja, dan denk ik... Ja, dat hoeft Ajax Feyenoord niet te proberen. Nee, dan ga je terug. Die beelden zijn er wel. Maar dan hebben ze zwart-wit en allemaal een bolhoed op. Ja. En een bril. He, want toen was dat ook. De jaren 50. En dan stonden ze allemaal zo te juichen. Ja. Maar ja, dat is niet meer van deze tijd blijkbaar. Maar daar kan dat nog wel. En ja, ik vind dat wel mooi. Ja. Ik weet dus niet hoe je die balans kan vinden daarin. Tussen het fanatisme van je rivaal en een normale dag hebben. Want hoe groter de haat is, des te intenser is vaak de atmosfeer. Ja. He, dat heeft wel een beetje met elkaar te maken. Maar ja, dan denk ik dat er ook nog steeds een geweldige sfeer zal zijn als men niet soms over die grens gaat. Over die grens gaat. Nee, eens. Een andere wedstrijd, vorige week sprak ik met Paul Vraag natuurlijk. Die had een kraker op het programma. 6 punten duel, om in de cliché te spreken. Daar zijn ze allebei niks mee opgeschoten, want het werd 2-2. Ja. Zijn nog wel knap teruggekomen van 2-0 achterstand. Maar Finn Bogason maakte de penalty inderdaad in de slotfase. Vrijdag kon Klaas-Jan Huntelaar niks klaarspelen tegen Hertha. Daar ben ik wel van geschrokken hoor, van Klaas-Jan Huntelaar. Ja, valt tegen. Ja, van Klaas-Jan of van het team is ook inderdaad heel zwak. Yes. Maar ik vind het lijkt wel alsof hij ook steeds een jasje heeft uitgedaan. Hoe zeg je dat? In ieder geval dat hij is wat snelheid lijkt hij kwijt. Maar hij is nooit zo snel geweest. Nee, oké, maar hij was wel kansloos nu, echt kansloos. Nee, maar dat kan. Maar ik geloof namelijk niet zo... In een heel snel verval van een speler. Dat heeft wel oorzaken. Dat kan niet zo zijn. Ja. Nou, het helpt niet dat hij in dat team zit. Nee, precies. Want vorig seizoen, even denken, was vorig seizoen dat ze of is dat dit seizoen poolfase nog geweest tegen Real Madrid? Nee, dat was vorig seizoen. Vorig seizoen. Ja, met die afstand goal. Was hij toch fenomenaal? Ja, absoluut. Ik bedoel, en mensen kunnen mij veel wijsmaken, maar je kan mij niet wijsmaken dat dan deze speler bijvoorbeeld 6 maanden nu later. Ineens zeg maar niet meer geschikt is voor dat niveau. In tennis is het duidelijk, hè? 1-1. Val je van de rand en dan is het klaar. Als je dan ben je klaar. Hè? Maar in voetbal heb je ook wel te maken met wat heb je om je heen staan. En toch zeker als je afhankelijk bent van je medespelers zoals Klaas-Jan. Maar zou je hem, want eigenlijk moet hij daar dan niet blijven, maar ja, wat dan? Wat zou jij bent zijn zaak nemen? Hij heeft een monster deal gesloten met Schalke. Het is bijna niet weg te gaan. Volgens mij duurt het contract nog minimaal 2 of 3 seizoenen. Ja. Voor heel veel geld. Dat moet een fixe transfer zijn. Maar Ajax schijnt naar hem geïnteresseerd. Dat zeiden ze. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Ja, als hij dat zou willen, dan zou dat echt de absolute topper zijn voor Ajax. Ja. Nee, ja. Buiten twijfel. Ja, het wordt een groot stuk goodwill van Klaas-Jan om dat te accepteren. Dat is een ander verhaal. Maar daarom zeg ik, als hij dat zou willen. Maar dan heb je iemand die je gewoon op voorhand al weg kan zetten voor 25 goals. Ja. Ja. Ja, terecht. Ja. En natuurlijk voor het spelbeeld moet je niet vergeten dat ze tegen Hertha speelden uit. En Hertha, goed, hè? Fantastisch seizoen. Salomon Kalou is daar echt gigantisch opgeleefd. We gaan gewoon in de Champions League volgend jaar Hertha zien en Leicester. Die net op 1-0 zijn gekomen. Ja, tegen 1-0? Nieuwe kampioen van Engeland, let op. Ja, echt. Ja, dat denk ik ook wel. Ik hoop het ook.
Ja. Ik heb een tijdje terug, toen was er ook, ik weet niet welke wedstrijd, en toen heb ik, moet ik wel eerlijk zeggen, op Twitter eigenlijk een beetje voor de fun gezegd van, dit wordt de nieuwe kampioen van Engeland. Vroeg in het seizoen zei je dat al? Nee, wel na de winterstop. Ah, oké. Maar ja, het gaat er echt naar uitzien. Ja. City die struggelt en ja, en zij... Niemand voor een bizar dat Ranieri van de week uitsprak dat ze vechten om een Europa League ticket. Ah, maar dat is, wel erg downplay, okay? Ja, dat je niet durft te zeggen ik ben kandidaat nummer 1. Maar, lachwekkend is dat. Ja, dat is echt, daar ben ik nooit zo heel goed mee. Nee. Nee, tot slot een belangrijke overwinning voor Hoffenheim. Dat voor de derde thuiswedstrijd onder de 28-jarige coach wist te winnen. Kramaric, mooie afstandsschot. En Mark Oet had nog een grote kans. Tegen Wolfsburg, dat toch een beetje, ik denk, last had van Champions League duel tegen Gent. Maar ik zag het even niet meer zitten voor van, maar ik heb best wel kans dat ze erin blijven. Een bijzonder verhaal dat, hè, die coach. Ja, zware blessure. Ja. En bij de club gebleven, heel jonge leeftijd, allerlei jeugdteams getraind. En nu hebben ze gewoon zeg van, doe het maar. Maar dan moet je wel, op die leeftijd, dan moet je echt wel hard zijn geweest al, naar spelers toe bij andere clubs. Die vaak ouder dan je zijn ook nog. Juist, want je moet wel het respect hebben. En dat hadden wij vroeger op school ook. Als je een oudere leraar had, had je meer ontzag voor dan een jongere. Ja. Nou, en deze is nog jonger dan sommige spelers. Ja, echt. Hè, dus dan moet je echt wel iets in je mars hebben. In ieder geval moet hij met de ervaren spelers moet hij een soort pact sluiten. Want anders overleef je niet. Anders red je het niet. Nou, en als je één keer onzin verkoopt, dan ga je eraan. Ja. Hè, want iedereen is toch wel heel erg benieuwd. Dat jij als jonge trainer voor zo'n... Ja, jij bent iets speciaals. Dus je moet laten zien. Ja. En Schreuder twijfelde of hij aan zou blijven. Natuurlijk na het wegvallen van Huub Stevens. De tegenpartij zat ook dingen op de bank. Lokhoff. Tom? Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk een mooie job, denk ik. Ja, een fantastische job. En hij heeft natuurlijk eerst met Stevens meegegaan. Hè? Naar Stuttgart? Of? Nee, dat was... Nee? Later. Wat hebben ze eerst in... Salzburg, PAOK, ja. Stuttgart. Ja, denk ik. PAOK was minder. Ja, dat was niet veel. Stuttgart. En daarna is hij gevraagd door Hecking om bij Wolfsburg te komen. En dat is goed, dusdanig goed bevallen dat hij zijn contract gelijk parallel aan dat van Hecking heeft verlengd tot 2018, dacht ik. Oké. Dus die zit wel goed daar. Ja, die speelt Champions League. Ja. Dat is geweldig. En, heel veel financiële mogelijkheden ook. Een goede, ja, goede dat ploeg. Is wel toch. Valt dat tegen? Nou, nee, dat valt niet tegen. Maar het is, die vuile motortjes die hebben toch wel. Schade? Ja. Oké. Okay. Ja, de motortjes hebben schade. Hoe? Ja, de Volkswagen. Dat heeft de club niet goed gedaan. Ja, er staat zo'n groot Volkswagen op. Ik snap wat je bedoelt. Bender heeft laatst nog een boete gekregen omdat hij een andere auto op Instagram stond. Ik ben er één keer geweest. Ja. Je weet niet wat je ziet, want het is geen groot stadje. Nee, maar je ziet echt, je moet een foto maken als je een auto ziet van een andere markt. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dat is bijzonder. Ja. We gaan naar de Turkse competitie zo.